Wij zien als banken zien we dat toch wel als een risico. Het feit dat in 2023 je kantoor gesloten kan worden. Goede afspraken per moment, per partij. Wat ga je doen? Paris Proof zegt gewoon eigenlijk heel simpel iets over het verbruik per vierkante meter. De vastgoedsector wordt groen en wordt duurzaam en neemt in dit proces steeds vaker zelf het initiatief. Daarover ga ik het hebben met twee gasten bij mij aan tafel. Dat is Arjen de Snoo, advocaat bij DLA Piper, en Peteran van Heel, sectorbanker bij ABN. Van harte welkom. Arjen, we hangen het een beetje op aan een term die ik de laatste tijd veel lees, Paris Proof. En dat heeft dan ook weer te maken met de Dutch Green Building Council. Leg mij die terminologieën en die groeperingen eens even uit. We beginnen bij Dutch Green Building Council, ja? Een netwerk van allerlei partijen in het vastgoed die kijken naar hoe je vastgoed duurzamer kan maken. Die hebben zichzelf gegroepeerd, omdat ze het graag willen. Ja, en dat zijn er 300, 400. Oké, want onderdeel worldwide. Hè? Dus dit heet Dutch, maar je hebt ook een internationale. Je hebt ook een Belgische, et cetera. Ja. En ze hebben Paris Proof ontwikkeld, een term die gaat over hoe kun je nou vastgoed zo maken dat het niet voldoet aan doelen voor 2020 of 30 of zo, maar voor akkoord van Parijs 2050. Ja. Wat moet je dan doen met vastgoed om daar aan te voldoen? Als we dat met elkaar serieus nemen, wat doe je dan met vastgoed? Maar dat staat niet in dat Parijsakkoord beschreven al. Ik bedoel, wat voeren zij dan toe? Nou, het Parijsakkoord zegt alleen, daar moeten we naartoe. En zij vinden het te doen op vastgoed. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, ze hebben gezegd voor kantoren, dat is het eerste hoofdstuk, zeg maar. Hebben ze gezegd, als je nou, nu is het 200 kilowatt per uur op jaarbasis per vierkante meter wat je verbruikt. Als je dat nou eens 1/4 ervan doet, 50 kilowatt. En we doen dat met z'n allen. Dan kun je met kantoren vastgoed Parijs halen. Dan is kantoor Paris Proof. Aha. En dan hebben ze ook nog een meet. Of is dat, heeft dat weer niks met hun te maken? Dat BREEAM keurmerk, heeft dat met hun te maken? Of is dat een keurmerk wat al langer... Dat heeft ook met hun te maken. Zij zijn eigenlijk, in Nederland geven ze die certificaten uit. En het is een certificaat, een duurzaamheidscertificaat voor verschillende type gebouwen. Die heb je voor kantoren, voor winkels, voor woningen, bedrijfslogistiek. En dit geeft aan de mate van duurzaamheid die je hebt bereikt op hun schaal. Die varieert van good, very good, excellent tot en met outstanding. Oké, maar dat is niet een energie, dat is een soort energielabel. Ja, het is iets meer dan dat. Je moet ook rekening houden met je materialen, je grondstoffen, management. Het behelst een aantal factoren, maar energie is er zeker eentje van. Maar heb je dan al als ABN zijn een soort van checklist die je gewoon af kan vinken van nou, dit hebben we wel op orde, dit hebben we niet op orde. Is die consensus er al wat duurzaam vastgoed is? Ja, nou daar heb je dus verschillende meeteenheden voor. Ja. En het grappige aan Paris Proof is dat het eigenlijk een heel simpele meeteenheid is. We hebben natuurlijk in Nederland de energielabels. En dan heb je de certificaten zoals BREEAM. En dan heb je ook nog LEED certificaten. En er zijn er nog wel meer. Allemaal keurmerken die iets met duurzaamheid krijgen. Paris Proof zegt gewoon eigenlijk heel simpel iets over het verbruik per vierkante meter. Ja. En hoe je dat doet. Met welk label, dat moet je maar zelf weten. Jullie zijn daar behoorlijk ambitieus mee aan de slag. Jullie prachtig missiedocument ook, 2030 en zo allemaal. Is goed bezig. Ja. Maar vertel eens, hoe hebben jullie dit vertaald? Oh ja, we zijn er al heel lang mee bezig. We hebben eerst heel veel BREEAM-certificaten op onze kantoorgebouwen behaald. Waarbij op een hoofdkantoor in Amsterdam een BREEAM Excellent in Use. Wat heel bijzonder is, dat je zo'n groot gebouw dat een goede 20 jaar oud is, toch weer naar een duurzaam niveau weet te brengen. En als dat kan, kan dat met heel veel gebouwen. Dus jarenlang zijn we in BREEAM bezig geweest. Missie 2030 gaat heel erg uit van energielabels. Elke woning, elk gebouw in Nederland heeft een tijdelijk of een voorlopig label gekregen, dan kan je op gaan sturen. En daarvan hebben we gezegd, in 2030 moet al het vastgoed dat wij financieren als bank een label, gemiddeld een label A hebben. Dus niet alleen jullie eigen panden, maar alles waar je in financiert ook? Nee, met onze eigen panden komen we misschien zo meteen op. Zijn we alweer een stap verder, zijn we Paris Proof aan het bouwen. Maar alles wat we aan het financieren zijn, dus eerst van onze professionele vastgoedklanten die een vastgoedfinanciering bij ons hebben, maar ook gewoon bedrijven die een industriële hal hebben en daar iets produceren, die zouden ook naar een energielabel aan moeten. En uiteindelijk natuurlijk ook alle hypotheekhouders. En dat zijn er binnen ABN AMRO om en nabij de miljoen. Zijn zij nou hun eigen doodvonnis aan het tekenen of zijn ze strategisch slim bezig? Als ze dit ook menen en ze gaan dit consequent uitrollen, dan zal dus de hele wereld mee moeten doen. Want anders dan gaan jullie van een heleboel klanten gaan ze afscheid nemen. Nee, volgens mij is dit strategisch. En ik zie ook andere banken een soort gelijk pad volgen. Dat zal ergens een jaar voor of daarna liggen. Maar ze zijn niet de enige partij die dit doet. En ik geloof dat dit de beweging is die de hele markt aan het maken is. Die kant op. En dat de overheid ook volgt met
eisen zeg maar, die hierbij passen. Ja, ja. Dus ook dat misschien niet in hetzelfde tempo, maar dan zeg maar achteraan komt van ja, dit moet je ook doen. Ja. Dus volgens mij als je zo'n agenda hebt, ben je gewoon aan het voorbereiden op de toekomst. Als je hem niet hebt, zul je iedere keer overvallen worden door van oh, moeten we ergens aan voldoen? En wat is dit eigenlijk? Je kan er beter van tevoren over nadenken en zien, oh ja, dit komt op mij af. Maar snap je mijn vraag? Want het is natuurlijk wel in plat Nederlands. Je hebt wel ballen, zeg maar, als je dit doet. Want dat betekent wel dat je gewoon straks in de klant zegt van hou doen met dat pandje van je, wat totaal niet voldoet. Dit is precies wat er gezegd wordt. We moeten zorgen dat onze klanten continuïteit en winstgevendheid toekomstbestendig zijn. Mm. Dus bereid je voor op de toekomst. Dat is één kant. Maar we zien natuurlijk ook de hele wereld focus krijgen op duurzaamheid. Dat Parijs Klimaatakkoord, dat zie je nu ook in Nederland, een klimaatakkoord. Het gaat echt impact hebben op ons en de ondernemers die we financieren. Hm. Nou, dat willen we. Daar willen we aan helpen, daar willen we aan bijdragen. Maar we willen zelf ook toekomstbestendig zijn. En eigenlijk een beetje niet alleen put your money where your mouth is, maar ook leading the way. Ja, ja, ja. Dus als we nou zelf ons eigen vastgoed al naar Paris Proof kunnen brengen, dan kunnen we daar een soort action leadership inpakken. Dan kunnen we daar laten zien hoe wij het hebben gedaan, wat jij daarvan kan leren. En hoe ver zijn jullie daar al in? Nou, we hebben 64 panden gepinpoint die we in de komende jaren naar Paris Proof gaan brengen. En we hebben er nu een stuk of 3, geloof ik. Oh, er is nog wel werk aan de winkel. Er is zeker nog werk. En hoe gaat zoiets in zijn werk concreet? Concreet gaat, natuurlijk begint het, en dat begint met heel veel, bij heel veel vlakken begint het zo, meten is weten. Ja. Kijk nou eens even, wat heb je staan? Wat gebruik je daar? Waar gaat dat gebruik naartoe? Hoe kan het dat het ene gebouw zoveel meer of minder verbruikt dan een ander? Wat is daar aan de hand? En dan kom je achter dingen dat sommige kantoorgebouwen staat het licht langer aan. Of hebben geen LED-verlichting. Of is er eens een keer een hellingbaan en een parkeergarage waar per ongeluk de vloerverwarming van aan blijft staan. Oh ja, dat soort dingen. Dat soort dingen. Enorme stroomverbruikers. En hoe zit dat met jullie kantoorpand eigenlijk? Weet je dat? Het label... Dat is een wetensvraag. Nee, volgens mij label C, zeg ik uit mijn hoofd. Is dat goed of niet goed? Het is net goed genoeg voor 2023, ja. Hè? Ja, ja. We hebben dus ook intern die discussie van wat gaan we doen. Hoe heb je dit georganiseerd? Is daar een soort taskforce binnen ABN? Of is het belegd in een bestaande afdeling? Of hoe is dit georganiseerd? We hebben een vrij proactieve facility management afdeling. Waar mensen zitten die eigenlijk al jaren in onze eigen gebouwen bezig zijn met verbeteringen. Enerzijds duurzaam, maar ook om te zorgen dat we daar als werknemers lekker kunnen functioneren. Ja. Maar ook wat Arjen net aanhaalde, circulaire economie. Dat is ook, hoe ga je met je grondstoffen om? Wat verbruik je nou? Wat gebruik je nou? En kunnen we iets voorkomen dat we dingen gaan weggooien? Dat is een wezenlijk onderdeel van die nieuwe duurzame strategie. Ja. Waar we ook een strategie voor ontwikkeld hebben. Ik denk dat dat een ander verhaal is. Want? Nou, we hebben het hier over Dutch Green Building Council, Paris Proof. Dat gaat vooral over de energiekant. Ja. Maar grondstoffen en grondstofverbruik, dat heeft ook energiecomponent natuurlijk. Ja. Ook daar is CO2 van belang. In productie van grondstoffen, in hergebruik van grondstoffen, wordt heel veel CO2 geproduceerd. Dus als je dat nou weet te voorkomen, die twee elementen, energie en grondstoffen, zorgen samen voor de grote reductie in CO2. Ja, dus het is een ander onderwerp, maar ze hebben heel nauw met elkaar van die. Nou ga je straks 3/4 besparen aan energiekosten, als je dit allemaal op orde hebt. Maar hoe duur is het daarnaast om duurzaam te worden qua kantoren en vastgoed? Nou, in beginsel, ik denk dat iedereen, als je begint met meten is weten, en je weet dan waar je aan het verspillen bent, dan is denk ik de eerste klap is heel makkelijk. Hm. Je hoeft eigenlijk niks te kosten. Het begint denk ik met weten waar het verkeerd gaat en een beetje mindset. Ja. Kunnen we op tijd het licht uitdoen en kunnen we de verwarming een graad dimmen. Ja. Maar uiteindelijk zijn er ook echt wel investeringen. En dat gaat natuurlijk met isolatie van je gebouwen. Dat kan met glas zijn of in de gevel. En vervolgens ga je steeds meer kijken naar het interieur. Hoe kan ik water besparen, verlichting besparen, installaties besparen. Er zijn natuurlijk ondernemers die zitten te kijken en denken, ja, het is allemaal wel leuk. Maar wie zal dat betalen, weet je wel? Ik bedoel, ik heb het niet zo breed. Ik ben geen bank die het heel goed doet en heel veel geld heeft. Ik spreek de ondernemer nu, hè. Mm-hmm. En ik zit er in mijn pandje. Ja, het is inderdaad een oud pandje, maar ik ben er wel heel blij. En ik ga dat allemaal niet doen. Dat kost me veel te veel geld. Maar de discussie die wij meer zien is de vraag, als ik dat ga doen als eigenaar en de huurder heeft vooral de voordelen omdat de dienstenergierekening lager wordt. Ja. Hoe regelen we dat onderling? Of andersom, hè, de huurder die zegt, nou, ik vind het fijn of prettig als dat gebeurt en ik wil dat misschien ook wel gezien mijn eigen doelstellingen. Maar hoe maak ik de afspraken met mijn eigenaar? Die discussie zien we veel meer. Of zelfs de eigenaar die zegt, ja, ik wil dat mijn huurder dat doet, maar ook dat de leverancier van mijn bouwproducten en mijn adviseur en mijn architect, nou ja, de hele keten. De hele keten, ja. Dus het gaat vaker over de vraag, hoe spreken we af dat iedereen meedoet
en de winst of de besparing eerlijk verdeeld wordt. Dan de vraag over van, ja, maar wil ik het überhaupt wel? Die vraag zie ik niet zoveel. Het gaat meer over hoe richten we het nou goed in met elkaar. En hoe richt je het goed in met elkaar? Het op tafel leggen, bespreken. Kijken naar waarom welke partij iets wil. En een deel van het verhaal is ook hoe kies je de juiste moment om iets te doen. Want een kantoorpand sluiten en zeggen, u bent 3 maanden dicht, want we gaan al het glas vervangen. Dat is niet zo'n goed idee. Nee. Dus wat is je juiste moment om die sprong te maken? En hoe regel je het dan met elkaar? Of hoe spreek je af in welke cyclus je investeringen aan het pand gaat doen? Hm. Maar als je dat aan de voorkant goed afspreekt, dan is mijn ervaring dat meestal partijen dat prima willen. En dat is denk ik heel belangrijk wat je zegt, het juiste moment. En dat kan natuurlijk zijn met de overgang van een huurder naar een andere huurder. Hm. Dat is ook een natuurlijk moment. Wij kijken zelf vooral, en dat is ook iets wat Diederik Samson zegt over de grote verbouwing in het klimaatakkoord. Wij kijken zelf vooral wat zijn eigenlijk de natuurlijke renovatiemomenten. Ja, ja. Want ook gebouwen, net als auto's, net als alles, hebben onderhoud nodig. Nou, als je nou dat moment neemt om tegelijk ook die verduurzamingsslag te maken, ja, dan is het een vrij logische om dat direct mee te nemen. Wat is de rol van de overheid in deze? Want je zou kunnen zeggen dat als dat Paris Proof zo'n succes is en jullie bedrijven zijn zulke frontrunners, dan heb je dat hele klimaatakkoord niet nodig. Want dan doen de bedrijven dat zelf wel en nog beter ook. Ja, ik zie de overheid een beetje als een soort bezemwagen die erachteraan komt. Ja, dat is ook lullig. Ja. Nou, nee, dat is een belangrijke functie. Ja? Want niet alle partijen maken dat in dit tempo mee. Maar je moet niet het beeld hebben dat het klimaatakkoord, zeg maar, de voorkant van het peloton is. Dat zegt waar het gebeurt. Nee, het is de bezemwagen die zegt, nou, als je er nog niet bent in 2023, dan moet je dit doen. Of als je er nog niet bent in 2030, dan moet je wel echt dit of dat hebben geregeld. Mm. Terwijl ik zie dat de markt sneller gaat. En ik zie ook lokale overheden die sneller gaan. Als je het over die momenten hebt, hè, er zitten nu een paar herontwikkelingsprojecten, dus dat een bestaand pand herontwikkeld wordt, bijvoorbeeld van fabriek naar woningen. En dan zegt de lokale overheid, ja, in Den Haag vindt men een eis zus en zoveel, maar zullen wij samen afspreken dat we even de helft zuiniger gaan worden? Dus de lokale overheid wil dat, de investeerder wil dat, de bouwer wil dat, iedereen wil dat. En dan lopen we dus gewoon voor op wat, zeg maar, het bezemwagentje van het klimaatakkoord wil. Ja, ja, ja. En is dat erg? Helemaal niet. En nee, het is maar goed dat die bezemwagen komt. Precies, dat die er is. Maar je moet blijven proberen voor die bezemwagen uit te rijden, denk ik. Ik vind de rol van de overheid is dat de bezemwagen is één. Maar ik vind wel dat de bezemwagen nu ook al moet zeggen, daar gaat hij naartoe. Dit is de finishlijn. Mm-hmm. Dat helpt wel om een beetje koers te houden. En ja. Laten we die koers vasthouden. En zijn ze daar duidelijk? Maar zijn ze daar duidelijk in? Nou, het klimaatakkoord dat nu ter tafel ligt, geeft natuurlijk wel meer richting. Maar ik ben er zelf van overtuigd dat het Parijsakkoord, dat wereldwijd neergezegd is, dat het in Europa en dus ook in Nederland een route gaat neerzetten. En in ieder geval ergens een piketpaal neerslaat, 2050 CO2-neutraal. Wat gaat er gebeuren met de mensen op het parcours die, ja, 3 keer die bezemwagen in de nek hebben gehad, maar daarna haalt die bezemwagen ze toch in en dan zijn ze uit de wedstrijd? Vertaal dat eens even naar de vastgoedsector. Wat gaat er gebeuren met die gebouwen? Ja, dus het gaat bijvoorbeeld om kantoorpanden die in 2023 geen label C hebben. Ja, dat moet dan en dan heb je dat niet. Ja. En dan is een beetje de vraag ook die wij nu krijgen van beleggers of van huurders, van, ja, komt dan echt die gemeenteambtenaar op de stoep staan en zeggen, u heeft nog een week om het te regelen. En dan gaat er een rood-wit lintje omheen en is hij dicht. Dat is wat moeilijk voorstelbaar, want dat kennen we niet. We zien dat nu niet gebeuren. Wel als er een drugslab of zo in zit, dan gaat er wel een lintje omheen. Maar niet omdat je duurzaamheidseisen niet haalt. Nee. Aan de andere kant denk ik, ja, als je het serieus neemt met z'n allen, dan zul je dat op een gegeven moment wel moeten doen. Niet met een week, ik denk een wat langere termijn. Maar ook omdat daarnaast een eigenaar van de pand zit die zegt, ik heb die investering wel gedaan. Ja. En ik ben nu label C of A. Of, ik heb die sprong gemaakt. Dus ik vind niet dat mijn buurman nu met ramen open mag blijven zitten. Nee, die moet ook die sprong gaan maken. Ja. Dus die bezemwagen moet uiteindelijk natuurlijk wel wat gaan doen. Ja. Het kan niet bij woorden blijven. Ik denk dat ook leuk dat je dat zegt over die buurman die wel verduurzaamd heeft. En misschien niet eens naar een C, maar ook naar een A-label. Dat die aantrekkelijker is om te gaan huren. Want op den duur natuurlijk ook lagere exportatielasten, lagere energielasten. Ja. En een prettiger, misschien wel een beter gebouw. Ja. Dat is één ding. Maar voor degene die achterblijven, waar die bezemwagen in beeld komt, die zijn ook gefinancierd. En we hadden het net over de rol van de banken en over ook hoe andere banken acteren. Wij zien als banken, zien we dat toch wel als een risico, het feit dat in 2023 je kantoor gesloten kan worden. Ja. Want dat betekent geen huur. Nee. En dat betekent geen rente, geen aflossing, niks. Dus dat financier je misschien niet meer?
Daar moet je dus nu al een gesprek over hebben. Ja. Want we kunnen wel doen alsof die bezemwagen niet langs gaat komen. Maar wij hebben dat gesprek met onze klanten. En zeggen van, nou, stel nou dat die wel langskomt. Ja. En stel dat je moet sluiten. Wat is dan jouw pand nog waard? Wat zijn de acties die ik dan als vastgoedeigenaar morgen... even jij vanuit je juridische pet... Mm-hmm. en jij vanuit, zeg maar, collega vastgoedeigenaar... noem ik het dan maar even als bank. Wat zijn de belangrijke acties? Stel dat je wakker wordt geschud nu. En denk, wow, ik was daar nog niet zo mee bezig. Ja. Los van het feit dat je dan waarschijnlijk zegt, dan ben je al knap laat. Maar wat moeten ze morgen gaan doen? Nou, verdiep je eerst in wat er allemaal op de markt afkomt. Want het is echt heel veel. Er komt een enorme hoeveelheid regelgeving om te zorgen dat we gaan verduurzamen. Dat is één. Meten is weten. Daar hebben we het net al over gehad. Zorg dat je weet wat je verbruik is. En waar je eventueel kan aanpassen. Dat is dan het derde punt. Wat kan je eraan doen om te zorgen dat je energieverbruik verlaagd wordt? Vanuit juridisch kader, wat zijn je adviezen? Meten is weten. Weten wat jij... Het ligt ook aan welke partij het is. Maar als eigenaar of als huurder, of belegger, net hoe je erin zit. Kijken wat die andere partijen die in het spel meedoen, wat die dan willen doen, wat hun rol is. En dan gaat het erom om afspraken te maken. Op welk moment gaan we wat doen met de lokale overheid? Op welk moment gaan we nu welke stappen zetten? Zodat je in dat hele spel een soort routekaart kan afzetten of neerzetten met goede afspraken per moment, per partij. Wat ga je doen? Ja. Dus dat betekent echt herzien van al je contracten die je hebt. Ja. Om dan ergens naartoe te gaan werken. Te zeggen, als we dit pad voor dit pand gaan volgen, zijn we op die datum bij dat doel. Of dan Paris Proof of iets anders is. Mm. Maar je gaat een beweging maken. Ja. In het begin met een soort reisplan wat je maakt. Ja. En dat is heel veel praktisch, maar een deel ook juridisch, omdat je die afspraken goed wil vastleggen. Werk aan de winkel dus. Dank jullie wel voor jullie insights. Niks te danken. En dank je wel voor het kijken namens DLA Piper. Tot ziens. Dag.